mission to the unknown. To fulfill the promise we made. No matter the darkness, nothing will stand in our way. Welkom terug bij Gamersnet.nl. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Ja. En niet een gast, maar een hele bijzondere gozer. Ja, ja, ja. En die heeft een hele bijzondere game gespeeld. Namelijk... Nu nog niet weet. Nee, Daniel. Je bent hier. Met een reden. Vertel. Ja, God of War natuurlijk. Ik weet niet of het aan de wallen te zien is, maar ik heb het weekend... Ik denk dat ik 30 uur heb gespeeld en het is still ongoing. Ja, God of War. Het is een nieuw begin, een nieuw verhaal. Kratos is weg uit de Griekse mythologie. Ja, er zijn 7 games verschenen van God of War met Kratos. Ja, 7 delen in de Griekse mythologie. Dat hebben we achter ons gelaten. Want we gaan naar... De Noordse mythologie. Scandinavië. Het is ijskoud. Nou, niet overal. Mm-hmm. Het is een nieuw begin. Kratos is een stuk ouder. Hij heeft een baard. En hij heeft een zoontje, Atreus. En je hebt zeg maar een nobel doel in de game. En dat is een wens te laten vervullen. Ik ga er verder niks over zeggen. Het komt in het begin voor, maar dat moet je zelf ontdekken. Ja. Maar je moet een wens vervullen. En dat is daarvoor moet je naar de hoogste berg. In Midgard. En dat is een heel nobel doel. En dat nobele doel wordt eigenlijk verpulverd door de Noordse goden en zagen en beesten. En dat is een beetje te herkennen, denk ik, als reference. Een beetje Skyrim-achtig. Want die had natuurlijk ook een beetje met Draugr en draken en beesten. Ja, klopt. Alleen dit is dus echt de Noordse mythologie. En je komt bijvoorbeeld Jormungandr tegen, de World Serpent. Je krijgt te maken met Odin. Je leert kennen wie Baldur is, wie Tyr is. Dat is wel heel tof, omdat... Ja, door de hele... Kijk, het is natuurlijk een reis met Kratos en Atreus. En Atreus leert jagen en leert gewoon te vechten en meehelpen. Maar daarnaast leer je echt de lore van de mythologie kennen. En dat vind ik heel tof. Het is een beetje te vergelijken met Hellblade. Vorig jaar verscheen Hellblade, Senua's Sacrifice. Maar dat was een hele duistere, sinistere, grauwe game. Zeg maar de Scandinavië of de Noorse mythologie... En dit is omschreef. Dat en dit, nou, dit is een stuk toegankelijker. Het is natuurlijk ook op bepaalde delen wel heel grauw. En je leert wel echt welke goden heel slecht en heel goed zijn. Ja. Maar het is een stuk toegankelijker. En dat merk je ook wel aan de wereld. Grote delen van de wereld zijn echt heel kleurrijk. Ja, precies. En dat is wel echt ontzettend vet. En ook gewoon een hele grote vernieuwing in de wereld. Ja, want wat je net al aangeeft... De makers willen het zelf geen reboot noemen. Het is ook niet echt per se een reboot. Maar het is natuurlijk wel heel anders dan de vorige delen. Sowieso qua verhaal ga je al naar een hele andere mythologische kant. Hoe zit dat met de gameplay dan? Want van wat we gezien hebben is dat dan ook een stuk meer... Hè, de camera knipt niet weg. Je hebt meer een soort Last of Us-achtige angle. Ja. Het is eigenlijk gewoon één lange take. Tenzij je bijvoorbeeld doodgaat of... gaat fast travel, dan krijg je heel even een zwart beeld of iets. Mm. Maar buiten dat blijft de camera inderdaad... is het gewoon één long shot. En dat is, het is ook de eerste, volgens mij de eerste God of War game... waarbij je zelf de camera onder controle kan houden. Zelf de camera kan bewegen, want in de voorgaande delen... had je gewoon een vast camera standpunt dat af en toe bewoog. Maar ja, natuurlijk ook heel erg van ver af Precies, en daar kon je verder zelf niet echt mee spelen. Nee. En dat is deze game wel. Het is echt meer een action-adventure game. En het werkt. Want het concept van God of War was gewoon een beetje klaar. Het hele hack and slash en zo, dat was gewoon een beetje voorbij. En ze moesten iets nieuws. En dit concept werkt gewoon. Het staat echt als een huis. Ik was in het begin echt wel sceptisch. Ik heb ook best wel sceptisch naar de game gekeken. Mm-hmm. Want ik heb ook heel weinig van God of War opgezocht om het te laten verrassen. Maar het werkt ontzettend goed. Je hebt sowieso een nieuw wapen. Yeah. Je hebt de axe, een strijdbijl. En je hebt gewoon
Nieuwe moveset, zeg maar. Je kan want je merkt inderdaad überhaupt wel in de gaming industrie natuurlijk heel wat klassieke hack en slash zoals dan de oude God of Wars dat deden, dat is een beetje dood eigenlijk. Ja. En nu heb je dan, wat ik zeg, het is veel meer ook op kleinere groepen. Je hebt grotere vijanden, je hebt meer, voor mijn gevoel is het wat meer, zeg maar, wat minder soort van hele brede camera standpunten waarbij je over hele gebieden heen kijkt. Is dat vernieuwend genoeg? Lijkt het niet te veel op, ik noem wat, een Dark Souls, een Assassin's Creed Origins, die ook een beetje zo, of The Witcher, die ook een beetje dat soort combat systemen aanhouden? Ja, is het eigen? Ik was er wel een beetje bang voor, maar God of War behoudt ook best wel zijn roots. Mm-hmm. Omdat, het gaat ook veel breder. Het is inderdaad wel een beetje een typische Sony game, een soort Last of Us. Waarschijnlijk gaat Spider-Man er ook wel op lijken. Maar het heeft zijn eigen smoel en het behoudt zijn roots. Omdat je begint met de bijl en daarmee heb je een aantal standaard moves. Mm-hmm. En door vijanden te verslaan en vooral grote vijanden krijg je best wel veel XP. En met die XP kun je skills vrijkopen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als in de oude God of War games. Dat je dus skills voor je wapens en voor je movesets kunt vrijspelen, waardoor je dus waardoor het ook vernieuwend blijft. Dat was ook wel een angst voor veel mensen. In de gameplaybeelden die we zagen, leek het wel veel van hetzelfde. En dat vind ik persoonlijk ook altijd wel gelijk een gevaar als je in principe één wapen hebt. Want je hebt de Leviathan Axe en dat is hem ook daarmee, die upgrade je ook. Ja. Blijft dat leuk om met die strijdbel, zeg maar? Ja, want je skill moves kun je uitbreiden en je kan met bepaalde enchantments en bepaalde runics kun je dus special attacks krijgen, dus dat je... Een beetje soort magic-achtig. Ja, dat je dus een grote slash geeft of een grote stamp op de grond en die kun je ook heel erg afwisselen, want dat is wel heel tof. Het is een action-adventure game, maar het heeft wat RPG-elementen. En dat kun je vergelijken met Horizon Zero Dawn, al is die game nog veel uitgebreider omdat het ook echt een open wereld is. Mm-hmm. Bij God of War heb je open gebieden, met daarbij wat RPG-elementen. Kijk, je kan zeg maar je skill moves uitbreiden, maar je kan ook je wapen upgraden, waardoor je wapen sterker wordt of je krijgt meer health. Je kan heel veel objecten en heel veel enchantments en bepaalde voorwerpen kun je vinden, waardoor je een beetje je eigen speelstijl creëert. Want je kan ook bijvoorbeeld de armor van Kratos en Atreus kun je aanpassen. Ja. En dat is aan de ene kant is dat het uiterlijk, mm-hmm. maar het verandert ook je skills daarin. Of je hoe sterk je bent, of wat de runics doen, of je defense. En sommigen zien niet heel vrij uit. Ik had op een gegeven moment dat ik echt een armor piece, het was van dat hele lelijke... hele van die arm pieces. Ja, 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 ja. Maar dat was van een hele lelijke gele slangenleer of zo. Ik vond het niet fraai. Ik had ook eens iets van... Kratos ziet er niet heel tof uit, maar het was heel goed voor mijn skills. Ja, maar op een gegeven moment, dacht ik, en op een gegeven moment dacht ik van oké, er is een betere en die kan ik upgraden en dan... Ja, maar dat is natuurlijk het classic RPG-achtige elementje van oeh, do I want to drop this armor? Precies. Does it look good of heeft het goede skills? Goed, het is ook gewoon een overweging van oké, wat ga ik kopen? Want door de hele game verdien je ook hacksilver en dat is eigenlijk de currency in de game. Waarmee je dus alles kunt kopen. Kijk, je skills koop je met XP, maar alles daaromheen koop je met hacksilver. Dus enchantments en armor en upgrades van armor en zo. Juist. En daardoor gaat de game gewoon een stuk dieper. En dat is echt ontzettend vet. En daarom blijft het ook interessant. En net als met de open gebieden. Kijk, je doorloopt het verhaal, maar ik snap gewoon waarom ze 5 jaar aan de game hebben gewerkt. Het is minder groots van opzet, zoals je zei, van het is wat kleinere vijanden. Ja, het wordt wat dichterbij gehouden. Je komt wel wat trolls of wat giants tegen. En een enkele keer denk je echt van, dan kijk je echt zo omhoog. Oh, dat is nog maar de duim van deze giant, zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel erg in de Noorse mythologie. Ja, precies. En die kom je nog wel tegen. Ja. En verder kom je op een gegeven moment, kun je deels door Midgard zelf reizen. Mm-hmm. Ga je in je bootje over het water en daar kun je zeg maar alle sidequests een beetje vinden. En kun je treasure maps vinden en kun je... gewoon nieuwe dingen ontdekken en heel veel items oppakken. En het loont ook echt om te exploren.
omdat je daarmee ja, kan upgraden. Ja, dan, want je hebt het inderdaad over de open world, het vechten. Er is eigenlijk nog één ding wat echt super erg opvalt aan de gameplay en wat ook alweer een beetje lijkt op The Last of Us. En dat is natuurlijk Atreus. Ja. Je hebt een soort van companion, dat hebben we nu al vaker gezien bij, bij PlayStation. Het is een zoontje. Ja, het is een zoontje inderdaad. Hoe is dat? Want het lijkt mij dan van, zoiets gaat of heel goed of hij loopt in de weg. Voor mijn gevoel. Beide. Beide. Okay. Het is een kind, dus hij is soms wel heel irritant. Hij is heel nieuwsgierig en hij stelt heel veel vragen, maar het gaat soms in zo'n rap tempo van... Oh, what can we do this? Het gaat soms... Soms is hij gewoon net een beetje te irritant. Net te iets aanwezig. Kratos blijft gewoon zichzelf. En dan stelt er twee zo'n hele lange vraag naar Kratos. Yes. Ja. I don't care. I don't know. En dat is wel heel tof. En hoe verder je in het verhaal komt, ja, hoe meer ze zeg maar wel naar elkaar toe groeien. Ja. En hoe meer er een band ontstaat, hoe meer er ook een soort van... Ja, emotionele connectie ontstaat. En dat zie je af en toe zie je dat bij Kratos verschijnen. En dan is hij weer de Noorse. Ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk een soort van hij. Ook met zijn verleden is hij natuurlijk wel echt zo die krijger, die Spartaan. Maar het is natuurlijk wel zijn zoon. Dus er komt ook een bepaald iets dat hij dan toch een vader moet zijn. Dat zijn moeder overleden. Ja, dat is in het verhaal ook wel heel vet, omdat. Ja, Kratos blijft een Spartaan. Je hebt ook de Spartan Rage die je in kan zetten om mee te vechten. En er komen gewoon hele toffe referenties uit de oude God of Wars. Precies, als je die games hebt gespeeld, dan zie je soms hele mooie referenties. En denk je, dit is zo goed gedaan. En ook toen ik dacht dat de game een inkakker had, qua verhaal dacht ik van oké, nu moet het eigenlijk richting het einde. Ja. Bam, daar hebben ze het weer, weet je wel. Dan krijgen we die spiermassa van Kratos in je gezicht en denk je, fuck, ze doen het weer. Ja. En dan merk je ook weer wat veranderingen met Atreus en ja, soms is die met aanvallen ook wel een beetje irritant. Mm-hmm. Maar hij helpt je in de combat. Als je zeg maar vierkantje indrukt, kan hij pijlen afschieten op vijanden die ze dan shockt of stunt. En je hebt in de open wereld heb je zo ontzettend veel ook puzzels en zoveel dingen om te ontdekken. En als je bijvoorbeeld bepaalde kisten zijn overrompeld door wortels van bomen bijvoorbeeld. Nou, die moet je dan op een bepaalde manier open krijgen. En in de meeste gevallen werkt dat met de bepaalde soorten pijlen van Atreus. Juist. Hij werkt met het vechten mee, maar ook in puzzels. Dus gewoon verhaal en gameplay technisch... komt het in vlagen, maar over het algemeen is het wel een toevoeging. Is hij wel een toevoeging? Absoluut. En er zitten soms daardoor wel wat flaws in het verhaal, omdat ik ook denk het nobele doel dat ze hebben wordt soms een beetje verdraaid en wordt een beetje als excuus gezien om meer te maken te krijgen met de goden. Krijg je op andere momenten wel weer het idee van oké, dit klopt wel. Omdat Kratos heeft zich natuurlijk verscholen, is weggegaan uit Griekenland en komt nu in een andere wereld. Ja, daar is hij ook niet welkom natuurlijk. Dus, nee, precies. Dus hij zit een beetje tussen twee. En qua verhaal, er zitten soms wat gaten in en dan denk ik, beetje jammer. Maar over het algemeen is het echt een supergoed verhaal. Oké. Dus ik denk bottom line. Genoeg vernieuwing? Ja, absoluut. Het zet de serie gewoon weer op de kaart. Het is nog steeds met Kratos. Het voelt ontzettend verfrissend. Je leert heel veel van de Noordse mythologie. En het is niet alleen maar lineair verhaal, maar je hebt ook gewoon open gebieden. Het is geen open world game, maar je hebt open gebieden om genoeg te exploren. Een soort van semi-open world. Ja, precies. Ja. En het loont gewoon om dat te doen. Je hebt genoeg diverse omgevingen. Want je hebt nu natuurlijk de 9 realms van de Noorse mythologie. Ja. En je komt gewoon in een aantal van die realms en die zien er allemaal anders uit. En het biedt ontzettend veel en met 30 uur ben ik gewoon nog lang niet klaar. Dus dat zegt wel ook gewoon over de schaal van de game. En gaat gewoon spelen. Ik kan hier nog een uur over doorlullen, maar dat gaan we gewoon niet doen. Er is een geschreven review waarin ik nog veel dieper inga. En een paar flaws in de game en daardoor krijgt de game een 9,5 en geen 10. Oké. Maar een 9,5 is gewoon, nog steeds super hoog. Daarom. God of War.
Oh,